Ja. Dus eerst nog even sigaret en dan denk ik de ANWB bellen. Repatriëring. Het is 10:10 en ik ben onderweg naar Dinant. Solo ritje vandaag. Olgang moet werken, maar het wordt prachtig weer. En dan moet je weten, we zijn met vakantie zijn wij vanaf Frankrijk zijn we uiteindelijk via Givet naar Dinant gereden en helemaal langs de Maas richting Namen. En ik was het een beetje onder de indruk, zeg maar, vandaag. Dus was wel mooi. En toen ben ik dat eens gaan uitzoeken en toen blijkt dat het helemaal niet zo heel erg ver is, zeg maar. Zo'n 560 kilometer heen. Dus heb ik een route gemaakt nu en die ben ik nu aan het rijden. Hartstikke leuk. Lekker met tijd vertrokken. Ik denk zit bijna nog iets meer dan de helft vol, dus ik kan België maar even een beetje tanken. En het plan is om naar Luik, via Maastricht naar Luik, Luik naar Namur, Namen. En daar zo'n beetje de snelweg af, de provinciale weg op. Bij name dus de snelweg af en dan pakken we provinciale weg richting de Maas. En dan gaan we via de oostelijke oever van de Maas gaan we naar Dinant. Dan pak ik daar nog wel even wat te drinken en misschien een hapje of zo. En dan via de westelijke oever weer terug. Ook weer richting, ik denk dat ik Namen oversla. Dat het richting Luik gaat worden rechtstreeks. Dat doe ik er iets langer over, 2 uur en 12 minuten geloof ik. Dat de route plannen zij. In ieder geval. In ieder geval hebben we geen haast en de planning is om een uurtje of 6 thuis of zo, ergens in die richting. Recht door de rotonde en neem de tweede afslag, eerste weg, daarna links afslag. Dit noemen ze hier linksafslaan. Voor mij zit het een halve rotonde of zo. Ja, de temperatuur is prima. Voorbij.
Ja. Een mooie rit voor de boeg. Het is nu nog 140 kilometer, 1 uur en 45 minuten. Ik weet niet of je het kunt zien zo. Komen we daar rond 12 uur aan. Maar ja, dat zal er niet worden, want ik stop natuurlijk ook nog een keer onderweg. Met een sigaretje ook, hè. Een slokje drinken heb ik bij me in de koeltasje. Ik sta nu net op die parkeerplaats waar wij ook al een keer gestaan hebben omdat ik verkeerd was gereden, zeg maar. Oké. Okay. Weet je wel, als je... Nou, dan zeg ik er even maar een mooie dag van. Ja, ja, gaat lukken. Jij ook. Oké. Okay. Hey, ik spreek... Ik ga de microfoon door. Ja, is goed. Ik spreek je wel weer, meis. Oké. Okay. Okidoki. Doei, doei. Hoi, hoi. Nou, hoe veilig wil je parkeren? Naast de politie. Beter kun je er niet vanaf komen. Links afslaan, daarna rechts afslaan. Nee. We gaan eerst even een peukje doen. Wel nu. A few minutes later. Zo. We hebben een sigaretje opgebrand. En Trajectcontrole. Ja, ik rij hier 30. Dus ja.
Oké, prima. €1,74 voor een litertje benzine. Toch beter dan die €2,09 in Nederland, zeg maar. Misschien gooi ik daar wel even mijn tankje vol. Laat ik dat maar even doen. Ah nee, ik kan helemaal de kaart betalen. De kaartautomaat. Hoppatee. Je kunt voor €125 tanken aan pomp 4. Nou, dat geloof ik. Maar dan krijgen we er niet in, hè. De Klingonzoom.
find the time to realize you can take it back on me. Maybe look me in the eyes and tell me there is nothing better than to see the sun and there. Fried chicken. Zo, de stad. Beetje eerder beginnen. Hier, Burger King. Beetje eerder beginnen, ik heb geen idee hoe dit heet. Het is in ieder geval de stad. Carrefour, een hele grote supermarkt. Fuck is dit? Oké. De motor geeft een motorstoring aan. Hij staat op contact. Als ik hem wil starten, dan zie je het motorstoringslampje branden. Ja. Dus eerst maar even een sigaret en dan denk ik de ANWB bellen. Repatriëring.